Yo, what is up en welkom bij weer een nieuwe IGN Masterclass. We zitten hier met Theo en dan hebben we het natuurlijk over Hearthstone en in het specifieke over de Aggro Druid. Ja Theo, Aggro en Druid. Zijn niet normaal twee woorden die we in het Hearthstone aan elkaar koppelen? Nee, er zijn wel eens in het verleden wel tekst geweest, maar het is toch vooral als je denkt aan Druid, denk je vooral aan de ramp met de Wild Groves. Ja, precies, daar denk ik meestal wel aan. Maar er is nu ook gewoon een Aggro Druid deckje waar je lekker mee kan spelen. En daar gaan we vandaag naar kijken. Wat vind je zelf van het deck? Leuk deck, goed deck? Ja, het is best wel een goed deck op dit moment. Ik kwam dus net in de andere masterclass kwam ik een best wel hooggeplaatste Aggro Druid tegen. Dus ja. Zeker wel succesvol. Ja, laten we zien dat de hoge rank spelers er wel wat mee kunnen. En hier zien we meteen al jouw deck. Mm-hmm. De 22 kaarten die jij er sowieso in stopt. Ja. En, toch echt wel, je ziet lekker agressieve kaarten. Mm-hmm. Ja, heel veel early games natuurlijk. Dit deck staat of valt toch echt bij de early game. Ja. En als je gewoon geen early game hebt, dan werkt dit deck gewoon niet. Ja. En natuurlijk al die 1-drops die goed zijn. Synergize met Mark of the Lotus. Bijvoorbeeld nog deze, dus die goed is tegen de pirate decks. Ja. Of zelfs tegen Druid, want die ook Pirate spelen. Ja. En ja, gewoon weet je, de standaardkaart natuurlijk. Savage War is altijd een erg sterke kaart geweest. Met die nieuwe kaart, Revenant Runt. Je hebt bijna altijd wel twee minions op bord. Of je kan dan die beurt natuurlijk een extra minion spelen plus deze. En dan heb je de twee. Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld een 2-mana minibot. Dat is best wel goed. Ja, en een minibot gewoon. En we zien ook de Living Mana, een van de kaarten waarvan jij zei. Die zijn heel erg interessant om te craften. Mm-hmm, van de Un'Goro expansion. Toch, dan heb je toch wel ineens gewoon late game erbij. En dat is ook nog een beetje flexibel wanneer je het kan gebruiken en zo. Ja. Maar dit zijn in ieder geval 22 kaarten die jij sowieso gebruikt in de Aggro Druid. Yes. Laten we ook even kijken naar de tech kaarten. Er zijn ook alweer 20 stuks die mogelijk zijn. Ja, maar dat is vooral een beetje combo die je kan doen. Bijvoorbeeld, je kan kiezen voor de Finja package, de Murloc package. En bijvoorbeeld, dan moet je Finja, twee Warriors en twee Bluegill spelen. Ja. Dan heb je al gelijk 5 kaarten. Want natuurlijk Finja, als je die speelt, meestal heb je nog een paar Murlocs in je deck. Ja. En dan poel je vaak. Meestal poel je dan 1 Warleader, 1 Bluegill. Dan heb je toch ineens een 5 mana. Heb je een Huffer erbij. Een 3-3. En dan is deze ook nog eens gebufft. Dat is natuurlijk super sterk, die vind je. Verder kan je ook nog iets anders gaan. Dus meer nog een 1-drop erbij als je nog consistenter 1-drop wil hebben. Ja. Aknapper kan goed zijn, omdat het gewoon ook meer tokens geeft. Dus meer in 1 eentjes. Die kan buffen. Ja. Plus het is natuurlijk een 3-1. Dat een beetje agressief gestat is dan. Ja. Vergeleken met de helft. Maar het is zo van, ja, je wilt dan die doden. Maar als je dood, komen de tokens. Dus het is een beetje van, ja, je wilt hem doden. Maar als je dood, komen de eerste tokens. Die je kan bijvoorbeeld gebruiken met Savage War. Voor de rest nog, je kan 3-drops doen. Bijvoorbeeld een Argus. Bijvoorbeeld meer defensive stats. Ja. Swipe. En dus die Hydra als je echt, turn 5. Je wilt eigenlijk of Finja of Hydra hebben. Dan kun je er 5 deze neerslammen en dan vaak heb je bord en dan die nog bij, dan sta je er wel heel goed voor. Ja, ik vind zelf Finja echt een geweldige kaart. Mm-hmm. Hilarisch, die Murlocs eigenlijk altijd. En dit is nu het complete deck, met Finja, dus dan heb ik mijn zin gekregen. Dit is niet van tevoren afgesproken, maar dan heb ik toch mijn zin gekregen. Ja, ik denk toch wel dat dit zo'n sterke kaart, gewoon die turn 5 hebben, dan verhoogt die win rate zo erg. Het is ook gewoon van de sterkste kaart in het spel. Ja. Natuurlijk niet op zichzelf, maar met een combo ermee. Ja. Maar dat helpt gewoon. Heb je die in stealth, tegenstander kan er bijna nooit iets aan doen. En dan heb je nog meer minions die je ook weer kan buffen of kan Savage Roaren. Ja. Van alles en nog wat. Ja, dus mocht je ook Aggro Druid willen spelen met het deck dat Theo dadelijk mee gaat spelen, dan moet je hier even een screenshotje van pakken. Mm-hmm. En deze kaarten selecteren. Wij gaan in ieder geval de game induiken. Mm-hmm. En dan gaan we even kijken wat de Aggro Druid kan doen op de ladder. Ditmaal een Warrior. Mm-hmm. En dat kan dus de Quest Warrior zijn of de Pirate Warrior. Yes. En ik zie dat wij de Finja al in de hand hebben met twee andere Warlocks. Dat willen we niet. We willen gewoon die Finja in zijn eentje. Ja, ik denk het toch onafhankelijk van welke het is. Of het nou Warrior is of niet. En daar zit die Innervate Finja. Dus dat turn 2 Finja als dit een Pirate Warrior is. Wat, hij gooit zijn linkerkaart weg. Misschien had Quest het wel gehouden, Quest Warrior. Dus het zou zomaar kunnen zijn die hier met de Sorcerer's Mate komt. Ja, en dat Quest Warrior is denk ik niet echt heel goed voor jou, want dan heeft hij veel taunts. Mm-hmm. De Firefly. Ja, en dus volgende week misschien voor Finja als het dus een Pirate Warrior is. Toch Coin Innovate Finja doen. Armored up. Dat is toch wel jammer.
Astonishing. Kan dus nog steeds een... Ja, in ieder geval Finja komt on the board. Ja, toch nog steeds. Want dit zorgt er ook voor. Als hij dan niet speelt, kan ik het gelijk doden. Maar is dit nou een pirate of niet? Dat is een beetje de vraag. Hij had dus geen quest gehouden. En als ik dus dan geen aggro druid was... Ja, dan had je echt die quest willen houden. Dus dat is vaak lastig tegenwoordig nu. Je hebt of super agressief pirates... Of je hebt super defensive in de taunt warrior. Ja. Hij kan bijvoorbeeld wel whirlwind... Sleep with the fishes doen, als die... het is? Oh. Hij is dus een... Pirate Warrior. Met wel een hele slechte start. Oeh. Kijk eens, dit is hoe je druid speelt. Ja. En nu heb ik gewoon... laten we kijken wat we krijgen. Of twee huffers. Of... een zes attack. Twee huffers. Nou ja, en volgende beurt kunnen we gewoon dood hebben. Door die Savage Roar. Ja, dit is... Maar wie weet conceit hij nu al, omdat het gewoon... Pirate Warrior kan niet heel goed terugkomen. Ja, ongelooflijk dat zo'n Aggro Druid echt eigenlijk met een beetje geluk met de Finn... Mm-hmm. Hij gaat nog wat proberen te clearen, dus dan heb ik geen level. Maar ik kan nu gewoon de wapen wegschieten met de Corsair. En dan ook nog een Savage Warrior erbij om het bord te clearen. En dan krijg ik ook nog de patches hieruit. Ja. Ga ik deze traden, zodat hij bijvoorbeeld als hij die Golaka Crawler speelt, kan hij deze niet opeten van mij. Ja, heel slim. Weer wat pressure op die Warrior. Yes. En dan staat hij gewoon op 7 HP op turn 4. Ja, en ik op 29. Dus het zou heel lastig voor hem zijn om terug te komen. Dan heb je ook nog die Living Mana. Dat ook nog, want spelen normaal gesproken geen AoE, dus als ik die op het bord gooi, dan zullen we wel wat moeite hebben. Dan ben je nog een tand op het bord te krijgen, maar... Hij geeft niet op in ieder geval. Oeh, Power of the Wild. Ook interessant. Even kijken, is dat lethal als we tellen? Dat is 3, 3, 7. Dat lijkt me op lethal. Dat is lethal. En hem doden met de pirates natuurlijk. Ja, ja, heel netjes gespeeld door Theo. Dit is echt Aggro Druid ten top. Aggro ten top natuurlijk. En Finja ten top. En Finja ten top natuurlijk. Ja, dat... Ik zei net al een beetje Finja, daar ben ik wel fan van. Vind ik een leuke kaart. Nou, dan zie je gelijk waarom je hem speelt. Ja, precies. Nou, willen jullie meer Hearthstone decks leren of weten welke kaart je moet craften? Dan moet je even naar onze andere masterclass video's kijken die Theo van ons heeft ontworpen. Willen jullie nou meer masterclass zien? Laat even in de comments weten welke Hearthstone masterclass jullie graag willen zien. Welke decks jullie graag meer over willen leren. Of natuurlijk andere Hearthstone trucjes. Theo volg je natuurlijk op zijn Twitch kanaal en via Twitter. TheoHS-is volgens mij. Yes, precies. Yes. En dan kun je natuurlijk ook nog de andere masterclass checken. En dan zien we jullie in de volgende IGN masterclass.